Luipaard en Luipaard naar Radio Radio. Lekker tafelmomentje. Ja, daar is hij weer hoor. De nieuwe Linda Meijden. Ik wil het zien, ik stem voor. Hele fijne maandag allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag heb ik de hele dag gewerkt samen met Jordi lekker thuis. En nu zijn we doorgereisd naar de lancering van Linda Man. Heel spannend, een limited titel die eens in de zoveel tijd uitkomt. Voor de gelegenheid heb ik een mooi pak aangetrokken. Jordi heeft ook een lekker velvet pak aan en volgens mij ziet het er heel tof uit binnen. Beetje edgy, gekke plek. Ik ben heel benieuwd. Ik kan je plaatje helemaal om laten bloeien. Dus kom met me mee. En ze hebben samen 7 Michelinsterren. Pak hebben. Ik denk moment aan tafel. Gezellig eten met je familie, met je vrienden, met je dierbaren. Dat zijn de mooiste momenten. Ik ben nu heel snel doorgerold naar de Herengracht, waar achter mij een prachtige locatie is waar we gaan dineren met H&M. Ter lancering van de Gian Battista Valli collectie. Volgens mij ziet iedereen er geweldig uit. Allemaal dressed in de collectie, dus ik ben heel benieuwd. Ik zie allemaal wat roze licht eruit komen, dus ik ga snel naar binnen, want het is ook freezing cold. Wauw, dit huis komt uit de 17e eeuw en alles is nog origineel. Behalve de lampen natuurlijk. Crazy! Knappe mensen. In mooie kleren. Hetzelfde dress gewoon. Echt een assepoester rock'n'roll versie. Klaarmaken voor een dag bij Linda Meijden. Dus dat betekent even mijn jumpsuit stormen. Jordi brengt me vandaag weg, heel chill. Ze kunnen de auto van Milan lenen die op vakantie is. Score! Redactie live. Ik zit naast Merel. Hey, creep. Het nieuwe winterboek is net binnengekomen, maar ik mag het nog niet laten zien. Verder ben ik een brainstorm aan het voorbereiden voor het aprilnummer. April 2020, het is niet te geloven. We leven gewoon in de toekomst hier. Wel leuke dingen. Goedemorgen, het is morgen. Middag eigenlijk al. Ik ben op kantoor, lekker make-uploos aan het knallen met Kelly. Is je in beeld? Kelly! Ja, ik ben er. Hallo. Hoe is je dan? We eten broodjes vega kroket. We hebben zo'n lekkere kantine waar ze elke dag verse soepen en broodjes hebben. En dat waar je gewoon in principe werkt om al je geld daar uit te geven aan frituurd eten. Jordi is er ook. Een klein bezorginkje. Goed, waar zouden we geshopt hebben? Past wel goed bij die rode deur. Dit is goed met je auto. We hebben een klein steekwagentje voor ons pakket en het is echt de best spent 50 euro's in mijn leven. Hallootjes. Er zit allemaal leuke styling voor een holiday kick-off lunch in het kantoor die deze zaterdag plaats gaat vinden met vriendinnetjes. En ik ga de tafel dus helemaal stylen met hele mooie H&M home items. En één van jullie wint de volledige look. Echt? Ja. Goedenavond. Ik heb lekker geknald op kantoor en toen een afspraak met mijn accountant gehad, toen heel snel gesport en nu ga ik snel wat eten met Kim en Chris en dan ga ik nog even doorwerken tot 1:00. Het zijn van die weken waarin gewoon heel veel moet gebeuren en ik ga bijna naar Tokio, dus dan heb je het altijd even heel druk ervoor en erna. Het is wat het is en ik heb de nieuwe Linda Meijden. Ik mag hem nog niet laten zien, alleen deze geweldige wintry Chanel ad. Nee, als dit uit is, hebben jullie dit al gezien? Wie hebben we daar? Ik ga met zo'n hele lange inzoomfunctie zo lekker je hoofd in. Oh, lekker teddyjasje.
weer een nieuwe dag, namelijk donderdag. En ik begin met het stylen van een hele leuke pre-holiday brunch van mijn vriendinnen. Dit is het nu, maar wacht maar tot het eindresultaat. Kleine details, een soort persoonlijke luxe touch te geven. Dus dit zijn kleine naamkaarthoudertjes en die maken het meteen zo af. Ik heb ze nu even op de borden staan, maar je kan het mee doen wat je wil. Deze servetjes zaten al zo verpakt met een jute touch eromheen en die gebruik ik dan gewoon voor de decoration. Ik heb dit verpakkingstouwtje gewoon door midden geknipt en omheen gewikkeld. Het begint al ergens op te lijken. De kracht van herhaling is ook goed, dat je dus 10 dezelfde kandelaren, misschien in verschillende hoogtes, op een rijtje zet. Dan heb je wel een grote impact, maar je hoeft maar 1 keer iets te vinden wat echt bij je stijl past. Het begint wel te worden. Wat ook heel leuk is, ik heb dit gift setje gekocht met kleine geurkaarsjes. En in plaats van dat ik dat dan zo cadeau geef, zet ik op ieder bord 1 zo'n mini kaarsje mee wat je mee naar huis mag nemen. Heel mooi gedaan. Ik zal het zo binnen laten zien. Want ik ga langs bij Dyson om nog meer tips en tricks van Chelly te krijgen over de geweldige tool die we hebben gekregen. Helemaal waterproof. Regenjas van Fabienne Chupot die echt geweldig is en ook als gewone jas heel mooi is. Een ribbeltruitje met open rug. En ook een lekkere waterproof pant. De rollen zijn omgedraaid voor mensen, want in de stoel zit mijn liefdadige kapster Charlotte. Die deze hele mooie hessie blonde kleur bij mij heeft gedaan. Die hebben jullie natuurlijk ook gezien. Maar we gaan iets meer van het hele koele af naar een beetje meer een soort zandtintje. En hiervoor is het iets lichter. Beauty! Heel mooi. Ja, prachtig. Maar ja, wat staat er niet, hè? Waar de lucht naartoe draait. Dus de airbag zuigt geen lucht, maar hij laat zich gewoon mee. Op dit moment denken altijd bij zoiets van: oh, wat wel, mijn haar gaat erin vastklemmen, dat kan dus niet. Hier gaat de lucht heen, dat betekent dat hij er zo omheen gaat. Dan krijg je dat het naar boven valt en dat is vaak net iets minder mooi. Het is altijd mooi als het een beetje van je gezicht afgaat, want dan krijg je gewoon wat meer overblik. Maar de hele dag kijk, dit is nu een beetje van: wauw, dit is net een poedelpul. Ik ben weer thuis en ik ben nu een vlog aan het editen, edit checken eigenlijk, die morgen online komt. Dus die loop ik even doorheen. Ondertussen ben ik styling items aan het selecteren voor samenwerking met een heel leuk platform waar overstock, dus producten die te veel geproduceerd zijn, die over zijn van allerlei merken, worden verkocht. Daarover later meer, heel mooi initiatief. Over een dag of 5 ga ik naar Tokio en daarvoor moet ik nog een paar dingen doen, slash wil ik nog een paar dingen doen, slash mag ik nog een paar dingen doen. In ieder geval, morgenochtend schiet ik een campagnebeeld voor Nespresso. Dan had ik een meeting met Lena, maar die hebben we nu even verschoven, dus dat is heel fijn. Daarna ga ik naar TEDx Amsterdam, waar ik in de jury zit. Tussendoor moet ik nog wat dingen voor Linda doen. En we zijn net genomineerd, oh my god, voor 2 Mercures met cover van het jaar van Fabrique Louise met okselhaar. En marketing innovatie van het jaar met ons YouTube kanaal, wat het super goed doet. Heel trots op. Hierna ga ik trouwens vandaag nog naar de boeklancering van Tim Hofman, die bij ons columnist is. In Linda Meijden, elke maand of elke editie, we komen om de maand uit. Zaterdag host ik een brunch, een holiday kick-off brunch voor mijn vriendinnen die jullie al zagen. In samenwerking met H&M Home. Zondag heb ik even wat tijd met Jordi en dan komen er s'avonds vrienden eten. Dan maandag de hele dag knallen, dinsdag naar Naarden, woensdag naar Tokio. Inception! Wat snel wat ga werken en een broodje ga eten. En dan heb ik een afspraak. En nu nog even naar de boekpresentatie van Tim en een wijntje drinken met Merel. Laat ze met een rustig meisje van gebeuren. Laat ze een keer trouwen. Ik zei ja, dat is goed, toch niet. Ja, dat is afgezegd. Luister maar even. Ik dacht, het verhaal van Jezus had net zo goed dit kunnen zijn.
Zo was er ooit een timmerman. Zijn zaken liepen niet zo tof. Zodoende kwam hij met een plan dat al zijn zorgen overtrof. Maria, sprak hij opgetogen, jij wordt, en hij leek verblind, door twinkelingen in zijn ogen, moeder van een wonderkind. En zo geschiedde naar zo'n zucht, dat Jozef zijn vrijage binnen no time had bevrucht, geheel zonder trucage. Iemand pakt de camera weer, he's back! Ja, daar is hij weer hoor. Het vriendje van Lida. Ze hebben ons uitgenodigd voor een heel leuk ontbijtje met heerlijke koffie en cinnamon buns. En heel gezellig. Yours truly. En dit huis is dus het mooiste van de wereld. Lisa houdt zich vooral ook bezig met fotografie, maar ik denk dus dat Lisa's carrière op een gegeven moment helemaal richting interieur gaat. En ik zou haar zelf ook wel heel graag in willen huren als stylist. En misschien als je een hele oplettende trouwvolger bent, herinner je je nog de video waarin we samen naar Loods 5 gingen en echt aan het gieren waren. Wat heel leuk is om nu nog een keer terug te kijken. Ik zal hem hieronder even in de bio zetten. Het huis is zo mooi. En je denkt misschien alles komt van designwinkels, maar er zitten ook heel veel marktplaatsfondsen en dat soort dingen tussen. Het kan goed gevoeld worden. Dus ik laat even veel dingen zien. Oké, we lopen hier de meest sikke woonkamer in. Dit is dus een tv. En hier is een klein grachtje. I can't. Dit is geweldig. Live tips van Lisa Chloe, interior president. Waar vinden we leuke kussentjes? Ik loop daar altijd echt op vast. Dus ik wil even een tip. H&M Home. Hebben we altijd leuke kussentjes? Ja. Lara Doet, online. Zara ook wel eens. Vind ik vaak een beetje te dicht. Ja, ik ook. Maar als je een beetje meer naar de materialen. Want soms moet je niet elke kussen iets leuks hebben. Nee. Ik kijk ook wel eens gewoon bij de Meekamp online. Ja. Of de VT Wonen hebben heel veel verschillende merken. Nee, wat ik net ook op Instagram postte is dat we sowieso ook een IGTV van Lisa willen over hoe je nou je perfecte shelfie maakt. Dus plankjes. Hoe richt je dat mooi in? Waar vind je leuke dingen die bij elkaar passen voor elk budget? Zodat je praktische opbergruimte ook een soort kunststukje wordt. Ik wil het zien, ik stem voor. En aangezien niemand hier live mee kan stemmen, is 100% van de stemmen voor. Hallo. Ik ben weer thuis en ik ben me snel aan het klaarmaken voor de TEDx Women Awards. Er is een pitch event waarbij 10 geloof ik jonge vrouwelijke ondernemers een idee kunnen pitchen en een van hen een prijs wint. Super gaaf. Ik zit in de jury samen met 2 andere vrouwen en ben heel benieuwd wat er allemaal voorbij gaat komen. Ik heb heel veel zin in. Dus ik maak me even klaar terwijl ik met jullie klets. Huid is nog steeds lekker van slag. Ik snap niet hoe het kan. Ik heb overal kleine bultjes. Ik weet niet of het bijvoorbeeld suiker of vlees is. Of te veel aardige melk of stress. Of wat het is. Of make-up. Maar echt wel heel vervelend. Het is gewoon kut. Je voelt je dan gewoon relaxed. En meteen veel minder aantrekkelijk en zelfverzekerd. Heb ik. Mijn huid heeft echt mega invloed. Ik ben ook dan niet strikt genoeg erin, weet je wel. Ga ik toch dingen nog gewoon eten met suiker en dat kind of stuff. Maar maandag hebben we Linda Meij de lancering. Dan wil ik er wel echt even on fleek uitzien. Dus ik hoop dat het dan iets beter is. Misschien als ik nog 2 keer ga sporten bijvoorbeeld. En het bloedsomloop lekker een beetje laat flowen. Dat dat nog helpt. Ik doe nu 2 producten van MAC even door elkaar. Deze is wat uitgedroogd en deze is eigenlijk te creamy. Dus die gaat op een gegeven moment zo tussen die rimpeltjes zitten. Dus ik meng ze nu. Dit zijn allebei gel basis oogschaduws. Wat ik heel nice vind, daar kun je zo lekker mee smudgen en heel slordig mee zijn. Het geeft een heel mooi rokerig smoky effect. Wat niet te netjes is. Eigenlijk echt als een soort schaduw.
Maar je oog net iets uitgesprokener door. Quite Natural Pro Longwear Paint Pot. MAC heeft hele mooie paintpots. En dat is echt een hele fijne, best wel stugge, creamy oogschaduw. Die heel goed blijft zitten. Ik doe het gewoon echt op de wimperrand slordig. Het geeft meteen wat kleur en diepte en power aan je ogen. Dus dat is heel fijn. Ik ga gewoon met een kwastje langs de wimperrand. Dat is helemaal niet netjes. Beetje blush. NARS palet waar ik nog steeds verslaafd aan ben. Als je je blush wat hoger doet in plaats van hier op de wangetjes, wordt het een iets meer edgy look. Als je het echt hier doet, dan wordt het vooral wat cuter. Natuurlijk mijn lekkere highlightertje. Charlotte Tilbury, forever a fan. Zo'n lekker spul. Je kan dit op je hele gezicht gebruiken. Maar ik vind het fijn om gewoon op bepaalde plekjes dat aan te brengen. Ik doe trouwens altijd gewoon 8 hour cream op mijn lippen. Soms een beetje lipstift wat ik erop dep. Maar dat is in ieder geval al fijn om even wat eerder een dikke laag aan te brengen. Zodat je lippen wel verzorgd zijn. Dit palet, een ware classic. Anna heeft me deze ooit aangeraden. En hier zitten heel veel mooie nude en roest tintjes in. Ik pak nu een matte bruin en deze warme bruin. En die doe ik heel subtiel een beetje op het ooglid. En die poeder zorgt er ook voor dat de gel oogschaduw beter blijft zitten. Chanel mascara, toch ook wel een hele fijne. En deze heel donkerbruin. Net iets natuurlijker is. Niet dat er nog meer altijd zijn mond open als hij mascara op doet. Ik kan het gewoon bijna niet zonder. Wat ik ook nog heel mooi vind is een beetje van koperkleurig potloodje aan de binnenkant van mijn oog. Die heb ik ook van Chanel, geen spon trouwens. Ik had een hele andere fijne betaalwaarde, maar die is een kruidgebruik. Wat was dat nou? Iets van Maybelline, echt zo'n roestkleur. Het was ook te gek. Dit is een beetje kopergoudachtig, kan je het zien? Ik hoop het. Die doe ik aan de binnenkant. Maak net even de oogopslag iets interessanter. En dan doe ik het ook een beetje hier. Dus vangt het licht heel mooi op. Oké, en dit is wel een beetje mijn beauty look. Oh ja, wat ik de laatste tijd ook veel doe als ik een iets zwoelere look wil. Is de bovenste wimperrand met een zwart potloodje heel dicht tegen de wimpers aantekenen. Creepy. En dan zet ik hier een soort mini streepje. Heel recht. Niet in een wing. Ik heb het hier al gedaan. Echt gewoon een heel recht streepje naar buiten. Dus niet alsof je een cat eye maakt. Maar echt puur en alleen dat streepje. En hier wordt hij nog iets meer smoky en iets zwoeler van. En het blendt ook wat met het goud wat hieronder dan in zit. Yes. En zeker. Joehoe, ik ben bij TEDx samen met Lena. Een hele mooie jurk en ik jullie zo even laten zien. Die Nicole van mij heeft gesteld van Fabien Chapeau. Klinkt goed. Dat is toch zo. Het is uiteraard weer een dierenprint, ja. Hoe kon het ook anders? Lekker snacks. Dus die gaan we even oppezelen terwijl we ons gaan voorbereiden. Want ja, ik ben altijd van de last minute approach. Ik heb het wel doorgelezen, maar ik vind het toch wel lekker om gewoon in het moment me in te lezen nog even. Ja, ja. Dus dat zit in! De deuren gaan zo open en dan komen er 150 jonge vrouwen binnen die allemaal geïnspireerd willen worden, die een nieuw idee willen horen. En dan gaan 10 jonge vrouwen pitchen, een futureproof idee. En één van hen krijgt dus 9 december bij TEDx
op het hoofdpodium een plek om haar verhaal te vertellen. Wat natuurlijk een gestoorde kans is en zo'n groot platform. Dus als jurylid vind ik dit best wel een belangrijke opgave. Want dit kan echt een doorbraak in iemands carrière betekenen. Dus heel spannend. Lighten the burden for the earth, for the people who make our clothes, and for our own state of mind. So, what will you be wearing next Friday? Hi, I'm curious, if you would win the mentorship, what would your next steps be? How would you scale up? What would your future plan look like? Well, to be honest, I wasn't brave enough to dream this big yet. But it's something, it touches me deeply because I see it affects so many people, and that's why I took the courage to, well, this felt like the first step, to just stand on the stage even though I'm... Receiving the Down syndrome diagnosis did not make her less precious to me, it just made the world a little bit more scary. The way I initially responded emotionally had absolutely nothing to do with her and everything to do with me and you. So when you see us walking down the street and you would like to speak, please feel free, just don't talk down to us. She's a living, breathing human being. If only you could see her through my eyes. And I will teach her that she should be fine being herself without needing that validation from someone else, but I need your help. We zijn eruit, we hebben winnaars! Yes! Excitement is real! Zo leuk! Oh, ik vind het zo spannend voor deze meiden. Die zitten helemaal in zenuwen. We zijn eigenlijk meiden trillen met microfoons. Dit is echt wel een groot moment, dus ik ben wel tevreden over wie we hebben gekozen. Jij? Zit je goed gevoel erover? Ja, ik heb een heel goed gevoel erover. We gaan iemand heel erg blij maken. Maar hoe klein ik ben naast jou. Oh ja, sorry. Dit is echt zo. We hebben net de prijs uitgereikt. En hallo, hallo. En Hoeda hier heeft een zo speciale troostprijs, super extra prijs gewonnen. Dat is, ja, dus ik troost aan. Je mag je spoken word performance op een TED Talk podium doen. 9 december, jongens. En als mensen daar niet bij zijn, hoe kunnen ze jou dan vinden of meer over jou lezen? Ja, ik zit werkt zo, dat? Ja, ik zit sowieso op YouTube, sowieso. En Instagram natuurlijk ook. En ik moet ook meer gaan posten op mijn website. Ja. Dus ik ga er nog maar even niet naar. Maar en wat naar is het? Oké, ik ben thuis en ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Hey babes, goedemorgen. Het is 9:15 en ik ben echt zo moe. Ik kon pas om 2:30 slapen. Je hebt toch vaak na zo'n event nog best wel veel energie. Maar dit is een soort van mijn bruiloft preparation. Ah! Oké, niet letterlijk, maar mocht het ooit zover komen dat ik ga trouwen, dan heb ik nu zoveel ervaring met styling dat ik het in een dag voor elkaar heb. Oké, daar ben ik weer. Even iemand binnengelaten en een make-upje opgesmeerd. Ik ga nu in dit regen weer een IGTV opnemen die jullie op mijn Instagram kunnen zien over een weekje of zoiets. Waarin ik een beetje tips geef over hoe je zo'n tafel nou stylt. Ook als je minder budget hebt. Wat zijn nou de keypunten om op te letten? Hoe stel je een kleurenpalet samen? Dat soort dingen. En gewoon een heel lekker moodbeeld van deze geweldige setup. Dan ga ik daadwerkelijk alles klaarzetten, want er komen ook echt mensen hier lunchen, namelijk Kim, Lena en Nicole. Dus even knallen en ja, ik kan niet wachten op het aanzoek. Dan ga ik er helemaal voor. 1 groot droog bloemenfestijn. Pretty! Deze bloemen zijn van Judith Slachter, wat echt het leukste mens ever is. Die allemaal mooie tailor-made dingetjes maakt.
Hallo! Wow, jullie matchen echt goed in dit geheel. Ja, het is niet afgesproken. Lekker. Hoe zou ik hem snijden? Honey. En die komt van de lancering. Gaan ja, er lekker doorheen. Dus dat vind ik super leuk. Heel veel zin om die op groot formaat te bewonderen. Ja. Lekker voor een momentje. Nee, we delen de ballen. Jam. Het is lekker zeg. Ik heb deze kaartjes net om lekker. Die is zo lekker. Die blauwe. Die blauwe. Hi, cute. Ik wacht met smart op de taart. Ja, natuurlijk. Ga je even twee minuten wachten. Oké. Okay. Zo mooi. Ik heb zeker niet een bol met noedels in mijn tas. Dit zijn zeker geen noedels. Nee, absoluut niet. Goedenavond. Ik was bij de surprise party van Lai, de lieve moeder van Anna. Die werd 60. Oeh, daar gaat mijn tas. En daar zag ik ook Dio en Kai en Robert en Penny en Wim en al mijn andere lieve vrienden. En we gaan nu nog even iets drinken bij Radio Radio. En dan volgens mij naar de Chin Chin Club. Heel veel zin in. Ik heb een velvet pak aan met sneakers, dus ik ben daar helemaal klaar voor. Echt zin om even uit te gaan en te dansen, dus let's do this. Ik zit nu op een heel lekker brommetje van Robert. Dit bevalt me wel, eerlijk gezegd. Ik heb echt een hekel aan fietsen, dus... Dit is wel voor mij weggelegd. Dit is echt een random vlogstuk. Sorry hoor jongens. Deze oorbellen zijn ook zo groot dat ik gewoon niet met mijn hoofd normaal kan bewegen. Oh, nu snap ik wat je bedoelt met dat helmhaar. Jezus Christus. Ja, nou ja, I warned you. We zijn hier met twee luipaarden. Helemaal gezellig. Helemaal. Echt heel leuk. Ja. Atta. Luipaard en luipaard naar Radio Radio. Heel mooi. Allereerst, gek dat jullie er allemaal zijn. Ik zie een ruimte vol met mensen waar we vaak mee werken. Mensen waar wij als Willemijnen dol op zijn. En het voelt echt als een heel warm clubje. En het belang van je eigen lieve, betrouwde mensen om je heen verzamelen, dat kwam nou echt tot uiting in het winterboek dat jullie zo meteen gaan zien en ook mee naar huis krijgen. Want daarvoor fotografeerden we iemand zoals je die nog nooit hebt gezien. Namelijk Ronnie Flex, een van de grootste artiesten van Nederland. Twee kappersterren maar liefst. Hallo! En de kappen te onthullen. We hebben twee meiden in roze pakjes naast ons staan. Daar komt ie! 3, 2, 1, let's do this! Ik vind het echt prachtig om zo groot te zien. Ja. Ik zeg dat de hele tijd, dit is echt iets wat gewoon is voor forever. Het is mooi dat we dit op zo'n jonge leeftijd met haar hebben kunnen doen. En ik weet zeker als zij ouder is en als ik ouder ben, dat we er gewoon allebei super veel waarde aan hechten. Ja, ik ben echt dankbaar voor. Ah, te gek. Wij ook dat je dit met ons wilde doen. Ik hoop dat jullie heel erg genieten van deze avond, van het winterboek en ook van de kleine tompoesjes met baby Nori erop. Geniet van je avond en heel erg bedankt dat jullie er zijn. Ik ben weer thuis en het was zo geweldig, de lancering. Ik ben helemaal buzzing. Het was zo geweldig. Iedereen was er. Er was heel veel pers. Het werd super goed opgepikt. Alle collega's waren er. Het was zo tof om dit samen te vieren. Allemaal vriendinnen. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik ben nu mijn koffer aan het inpakken. Want ik ga overmorgen naar Tokio. What? Dat wordt sowieso ook een aparte vlog. Misschien wel twee. Misschien een IGTV. Ik ben weer lekker bezig met mijn inpakmethode. Waarbij alles bij elkaar past en een soort mini-collectie is. Dus nu kies ik voor lichtblauw, wat in mijn denim en in deze jurk terugkomt. En beige tinten en zwart-wit, wat in principe altijd bij alles past. Beige en zwart-wit. Ik neem vooral veel longsleeves mee en een mix van hele basic dingen en een paar uitgesproken prints. En zorg er dan voor dat ik rustige tops en rustige broeken heb en andersom, zodat er genoeg outfits te combineren zijn.
En ik zorg ook dat alle prints bij elkaar passen. Dus één soort van duidelijk kleurenpalet kiezen helpt gewoon heel erg. En dat creëert altijd heel veel rust, vind ik. Wat ik nu heb is een nep leren trenchcoat. Twee maxi jurken. Een overall. Zwarte en witte basic longsleeves. Een jeans en een zwarte lakbroek. Een zwarte legging. Een wat groter tasje. En een klein tasje voor 's avonds. En hier zit een vest in. Hierbij komen nog twee wat meer uitgesproken topjes. En een Adidas joggingbroek. Oh ja, en mijn zwarte blazer. Dus ik heb ook twee opties voor jassen en een vestje. Dus dat is ook chill. Waar ik dus ook verliefd op ben met inpakken zijn deze handige tasjes van Arket. Een soort matroeska effect. Zit in elk tasje weer een kleiner tasje. Dus hier doe ik dan bijvoorbeeld kettingjes in. Hier doe ik grote oorbellen in. Hier doe ik extra toiletspullen in. Of bijvoorbeeld gezichtsmaskers, slaapmasker en dat soort dingen. Of dingen die je bij de vlucht bij de hand wil hebben. Ik ga met Lena en Nicole naar Tokio. We hebben dat super YOLO geboekt toen we aangeschoten waren. Er helemaal geen onderzoek naar gedaan. Maar wel heel excited. Tokio staat al sinds ik een jaar of 10 ben op mijn wishlist. Ik weet nog dat ik ooit een werkstuk moest maken voor school. Met allemaal dromen voor de toekomst. En daar zat Tokio al in. En eindelijk is het zover. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Het is wel heel druk. Dus ik heb heel weinig voorbereid nog. Of wat dan ook. Maar dat loopt wel los. Dat is nooit anders. Thank you.